De inzet van kroongetuigen gaat het justitiële landschap veranderen de komende jaren. Gisteren nog krijgt de moordenaar van de broer van een van de getuigen 20 jaar cel opgelegd. Saskia Belleman heeft een lang gesprek gevoerd met Onno de Jong, een advocaat uit Utrecht die de meeste kroongetuigen bijstaat. En we gaan hierover verder praten, uiteraard met dezelfde Saskia Belleman. Saskia, welkom. Gisteren dat vonnis van Shireni S, de moordenaar van de broer van Nabil B. Dat is een kroongetuige die Onno dan niet bijstaat. Nee. Maar een uitspraak die best wel een schok teweeg heeft gebracht. Ja, dat mag je wel zeggen. Omdat wat het Openbaar Ministerie betreft dit een duidelijke aanval is op de rechtsstaat. Je huurt iemand in om een moord te plegen op iemand die niet kent. En daarmee hoopt het criminele circuit een duidelijke boodschap af te geven aan kroongetuigen. Ja. Van, als je je bek opentrekt, dan pakken we je naasten, je familieleden. Niet alleen om Nabil B. te intimideren, maar in feite alle kroongetuigen. Nou, de rechtbank heeft er een strikt juridische redenering tegenovergesteld en heeft gezegd van, het is niet vast komen te staan dat deze man die de moord heeft gepleegd wist dat dat erachter zat. Ja. En daar kunnen we hem dus niet voor straffen. Nee. Ja, dat is dus eigenlijk een boodschap aan de onderwereld van huur vooral makkelijk beïnvloedbare losers in die je onder druk kunt zetten en chanteren. Vertel ze niet wie hun doelwit is en dan valt de straf uiteindelijk mee. Waarmee ik niet wil zeggen dat 20 jaar niks is. Nee, maar justitie had niet 28 jaar geëist. Exact, ja. En 20 jaar is dan niet een signaal aan de onderwereld van, jongens, we gaan dit echt heel hard aanpakken. Ja, dus en voor het werk van Onno de Jong heeft dat natuurlijk ook weer gevolgen. Want laten we het even over hem hebben. Want welke kroongetuigen staat hij allemaal bij? Hij heeft Fred Ross bijgestaan, een van die bekende kroongetuigen uit het liquidatieproces Passage. Ja. Hij staat Tony de G bij, die inmiddels aan het verklaren is over meerdere moorden. Ja. Hij staat een kroongetuige bij in het proces over de moord op Tommy van den Burg in Brabant. En hij staat er nog één bij in Limburg, ook in een liquidatiezaak. Nou, dan heeft hij de grootste hap van kroongetuigen, voor zover wij weten. Ik denk het wel. Voor zover bekend zijn gemaakt, heeft hij in zijn praktijk. Waarom komen ze nou eigenlijk bij hem terecht? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Hij zegt zelf dat hij het niet weet. Maar ja, hoe gaat dat in de gevangenis? Mensen praten met elkaar of je leest kranten. Je ziet dat hij een kroongetuige bijstaat. Ja, ik denk dat gedetineerden dan heel snel denken van, die moet ik hebben, want die heeft er ervaring mee. Als we de moord in Amsterdam-Noord in ons achterhoofd nemen, dan is zijn werk ook niet helemaal zonder gevaar. Nee, dat klopt en dat zegt hij ook. Hij wil niet zo heel veel zeggen over zijn veiligheidssituatie, maar hij zegt wel dat hij altijd op zijn hoede is. En hij zegt ook, ik hoop maar dat mensen helder op hun netvlies hebben dat ik als advocaat mijn werk doe. Ja. En, ja, als ik er niet meer ben, dan is er wel weer een andere advocaat die het overneemt. Ja. Dus uiteindelijk zouden ze er niets mee opschieten om hem iets aan te doen. Moet je hopen dat de criminelen in ieder geval dat intellect hebben. Wat is nou bij hem het belangrijkste in zijn werk? Want hij moet de cliënten verdedigen. Ja. Maar hij moet ook een zo goed mogelijke deal voor hen met justitie. Dus hij moet ook heel veel onderhandelen met justitie. Ja, waar ligt nou het zwaarte? De details van de deal worden door een andere advocaat gedaan. Hij zegt ook van, het is maar goed dat ik daar niks van weet. Ik moet hem bijstaan tijdens de zitting waarin die ook nog, behalve kroongetuige, verdachte is. Ja. En hij zegt, als ik meer zou weten over die kroongetuigendeal, ja, dan wordt het misschien ook makkelijker om de pijlen op mij te richten. Maar daar houd ik mij verre van. Ja, hij wil daar zo min mogelijk van weten. Exact. Hij wil ook zo min mogelijk weten over de familie van de kroongetuigen. Maar waar hij natuurlijk wel mee te maken krijgt, zijn de emoties van die kroongetuigen. Want ja, het is nogal wat. Je stapt uit je bekende circuit. Je hele sociale netwerk valt weg. Je kunt niet meer zomaar contact hebben met je familie. Je verbrandt al je schepen achter je. Je moet elders een nieuw leven opbouwen. En hij zegt, ja, het is ongelooflijk eenzaam. Ja. En wat hij ook vertelde was, als een gewone cliënt mij belt, als ik op vakantie ben, dan zeg ik, bel na de vakantie maar terug. Maar als een kroongetuige mij belt, die sta ik te woord. 24/7 gewoon, dat hoort er allemaal bij. Dat hoort erbij. Het blijft natuurlijk ook wel heel dubbel. Ja. Je bent met bewust, altijd niet bewust, misschien vanaf je jeugd in het criminele circuit terechtgekomen. Je doet dingen. Je loopt tegen de lamp. Dat geldt niet voor elke kroongetuige, maar waarvoor veel geldt van, oké, je wordt gepakt. Ja. Dan ga je een deal maken en dan zit er toch altijd een vorm van beloning in. Ja. Strafkorting meestal en een beveiligingspotje voor een ander leven. Ja. Het voelt niet altijd even lekker. Nee, kijk, Onno de Jong zegt, er is in feite geen verschil met andere verdachten. Want ook in normale, tussen aanhalingstekens, moordzaken, maak je mee dat de ene verdachte vaak de andere de schuld geeft. Nou, dat doet zo'n kroongetuige ook. Maar inderdaad, een kroongetuige krijgt er wat voor terug. Maar, zegt Onno de Jong, ja, Het is natuurlijk ook zo dat het OM er iets voor terugkrijgt waar ze heel veel aan hebben. En door die verklaringen wordt zo iemand bedreigd en komt hij in gevaarlijk vaarwater terecht. Die moet je dus beschermen en dat kost nou eenmaal geld. En zegt hij, het is niet zo dat zo'n kroongetuige zakken met geld meekrijgt en verder de rest van zijn leven cocktails kan drinken op de Bahama's. Je hebt niet de keuze in het land waar je naartoe gaat, dat wordt voor jou gedaan. Ook niet in de mate van bescherming en het geld dat je krijgt. Daar moet stevig over onderhandeld worden. En dat geld moet je natuurlijk ook gewoon besteden aan je bescherming en aan het opbouwen van een nieuw leven. En als je hard werkt, dan kun je er wat van maken. Doe je dat niet, ja, dan mislukt het. Een ander deel van het verhaal is, en dat zie je met name bij Fred Ross, die ook heeft bijgestaan. Doet hij dat trouwens nog steeds, ook in het Holleder-proces? Ja. Is dat je mag dingen toegeven, maar in Nederland is het ook niet zo dat je, als je heel veel hebt gedaan, dan krijg je ook weer niet zomaar een deal. Want dan is eenvoudigweg hetgeen je gedaan hebt te erg om een deal te krijgen. Ja. Nou is er bij Fred Ross altijd discussie of hij betrokken is echt bij de uitvoering van de moord op Cor van Hout, de Heineken-ontvoerder. Hij zegt van niet. En dat is ook de reden dat die deal met hem door heeft kunnen gaan. Tenminste, dat neem ik dan even aan. Ja. Dat blijft natuurlijk een beetje dubieus in dat Nederlandse systeem. Ja, aan de andere kant, Onno de Jong zegt in dat interview dat een kroongetuige eerst met zijn billen bloot moet voordat er überhaupt kan worden gesproken over een deal. Ja. Hij moet dus openheid van zaken geven over dingen waar hij zelf bij betrokken is. Nou, Fred Ross is door de rechtbank eerder al veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf. Toen is ook zijn betrokkenheid bij die moord niet helemaal vast komen te staan, of helemaal niet, zeg maar, want hij is er niet voor veroordeeld. En daarna is hij gaan praten met het Openbaar Ministerie. Ja, ik denk dat ze toch de afweging hebben gemaakt. Fred Ross kan heel veel vertellen over andere moorden en betrokkenheid van de hoofdpersonen daarbij. En er is het Openbaar Ministerie ontzettend veel aan gelegen om nou juist die opdrachtgevers te pakken te krijgen en niet alleen maar de kleinere jongens, de uitvoerders. Precies, en dan moet je soms een deal met de duivel maken. Ja, daar komt het op neer. Ja. De familie. In het geval van Nabil B is dat heel, heel duidelijk geweest hoe groot het risico is. Maar ook voor al zijn cliënten geldt, geen idee hoe groot al die families zijn. Mm-hmm. Die moeten of weg of een heel ander leven gaan leiden of kunnen doelwit worden. Dat is tot nu toe nog niet altijd gebeurd hoor, bij kroongetuigen, dat de hele familie werd beveiligd. En dat is ook bij de familie van kroongetuigen Nabil B niet gebeurd. Daardoor is zijn broer Ridouan B. is daar het slachtoffer van geworden. Ja. Nu is die familie wel ondergebracht op geheime adressen. En het is maar de vraag hoe dat in de toekomst gaat. Ja, en dat zijn dus situaties die ook voor justitie nieuw zijn. Het betekent gewoon dat de kring van te beveiligen personen vele malen groter wordt. En de regeling voor kroongetuigen dus ook vele malen duurder. Ja. Ja, en dat zal ongetwijfeld het punt van stevige discussies zijn. Want hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Hoeveel geld is er voor? Wat heeft justitie daarvoor over? Ja. Dat zal bij iedere nieuwe kroongetuige weer een punt van discussie worden. En in ieder geval wordt duidelijk uit het verhaal van Nabil B. Nogmaals, dat is niet een cliënt van Onno de Jong. Maar die middelen die moeten wel verruimd gaan worden, want het schijnt allemaal passen en meten te zijn. Ja, dat klopt. De middelen zijn niet... Ja, in Amerika zie je natuurlijk in films dat daar eindeloos veel middelen voor beschikbaar zijn en dat prima geregeld wordt. De middelen zijn nou eenmaal niet onuitputtelijk hier. Er moet over iedere cent toch gesteggeld worden. Het is geen vetpot. Nee. Het zal moeilijk worden, want als er vaker met kroongetuigen in zee wordt gegaan, en daar ziet het wel naar uit, omdat justitie zo graag de opdrachtgevers te pakken wil krijgen, dan betekent dat dus dat er meer geld beschikbaar zal moeten komen voor de bescherming van iedereen die daar gevaar door kan lopen. Saskia Belleman, dankjewel. Alsjeblieft.